Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bauhaus ten Horen, Paul en Paul, Kia Autobedrijf De Beer en Bingo. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Winst en verlies voor Feyenoord. Winst door de knappe zege in de Conference League. En verlies voor de naam van Feyenoord in Europa. Daar gaan we het onder andere over hebben vandaag met Roy Makaay. Leuk dat je er weer bent. Dennis van Eersel en Hardy van der Laan. Roy, er zat wel weer wat energie in Feyenoord. Hè? Vond je ze overtuigend ook? Ja, ze hebben gewoon dik verdiend gewonnen. Ik vond ze, als je vergelijkt met de wedstrijd tegen Slavia Praag, vond ik ze deze keer gedoseerder spelen. Daardoor zag je dat ze de tweede helft wat frisser bleven. En ook eigenlijk niet echt in de problemen kwamen. Alleen Schralle Becker kreeg ook een grote kans bij 2-1 die misschien beter had kunnen afleggen naar iemand zijn rechterbeen. Maar voor de rest heeft Feyenoord gisteren niet heel veel weggegeven. Dus 3-1 Europees, 7 punten nu in 3 wedstrijden. Dus een geweldige start. Zeker, het is ook nog eens de 5e thuiszegen in Europa op rij. Dus dat gaat ook hartstikke goed voor Feyenoord. Maar wat, Dennis, was nou de uitslag geweest als er een VAR was geweest? Ja, dan doe je waarschijnlijk met name op de 2-0, denk ik, hè, waarbij Linssen. En tegenwoordig in het VAR-tijdperk, dan moet je maar afwachten of die was blijven staan met dat handje op de rug van de tegenstander, waarmee die uiteindelijk dan door kan. Roy zit al te knikken van val wel mee. Het was allemaal heel erg licht, maar in het VAR-tijdperk van tegenwoordig, dat alles in slow motion wordt teruggespoeld en vanuit alle hoeken wordt bekeken, moet je altijd maar afwachten. Ik vond deze wel meevallen. Ja, ik vond het wel voordeel van Roy. Ja, maar dat is niet, als je goed zag, het is niet zo dat die jongen 2 meter naar voren valt. Het is gewoon. Hij stopte met lopen verdedigd. En daardoor moest hij eigenlijk wel zijn hand om er niet tegenaan te lopen. Nee, ik vond het gewoon een slimmigheidje van de spits. Ik bedoel, nu in de VAR-tijdperk zien ze het nog wel al. Ik denk dat Harry er ook over mee kan praten in onze tijd. Met zonder VAR probeerde hij natuurlijk ook wel eens een keer als scheidsrechter niet keek. En wij kregen meer duwtjes dan zij van ons, hoor. Ja. Nee, dus ik vind, als een VAR deze had afgekeurd, dan had hij er hard om gelachen. Ja, ik vond dat op zich wel meevallen. Ik zei, die jongen valt ook niet echt als hij nou echt voorover valt. Bij Bas Nijhuis was hij waarschijnlijk wel afgekeurd dit keer. Nee joh, die laat wel doorgaan. Joh, die, kijk maar naar de goal van Seuntjes de afgelopen week. Ja, dat sloeg inderdaad nergens op. Maar al met al, Harry, er was voor Feyenoord toch een veel ruimere zegen mogelijk geweest. Vind je niet, gisteren? Ja, oké. Maar wat al fijn was, hè, dat de eerste kans een goal was. En dat was tegen deze ploeg, juist tegen deze ploeg, die normaal gesproken zeer defensief speelt, hè, vanuit een omschakeling. Ja, dan is het toch lekker dat de eerste kans gelijk een goal is, waardoor zij toch hun spel daardoor aan moesten passen. En ja, Feyenoord heeft 3 gemaakt, de hele voorhoede heeft gescoord, wat is ook niet verkeerd, hè, voor het zelfvertrouwen vaak. En natuurlijk zijn er ook een paar meer kansen geweest, maar ik denk dat 3-1 een hele mooie en ook wel een redelijke uitslag is, die een goed beeld geeft van de wedstrijd. Zeker. En bij 2-0 leek er voor Feyenoord helemaal niets aan de hand. Feyenoord gaf inderdaad, Roy zegt het, nauwelijks iets weg. En dan ineens valt die 2-1. Het is wel een vervelende bijkomstigheid dat het bij ons redelijk normaal begint te worden. De eerste kans van de tegenstander ook gelijk een goal is. Maar daarentegen is het ons wel gelukt om heel veel kansen tegen Berlin te creëren. Maar ik heb ook gezien dat op 2-1 zij nog een kans krijgen. En de afgelopen weken ging die dan gelijk binnen. En dan waren we wat teleurgesteld met het resultaat. Gelukkig schoot Becker hem nu wat minder goed in. Waardoor wij niet meer dan terecht uiteindelijk zelf nog de 3-1 maakten. Maar het had ook zo weer af kunnen lopen zoals de afgelopen 2 weken. Maar dit keer was gelukkig de stand ook exact zoals het wedstrijdbeeld was. Zo is het inderdaad. Wat jij inderdaad ook al zei. Je zei ook al dat die aanvallers allemaal hebben gescoord. Nou, daar wil ik zo meteen nog wel even op inzoomen. Maar als je nu eens kijkt, Roy. Als je kijkt naar de ingrediënten voor komende zondag. Uit bij Cambuur. Feyenoord heeft Europees gespeeld midweeks. Er wacht een promovendus op kunstgras. Als je die cocktail nou samenbrengt, wat denk jij dan? Wat een leuke wedstrijd. Nee, maar je weet sowieso wat je van Cambuur gaat verwachten. Dat hebben ze alle wedstrijden laten zien. En dat steekt de trainer eigenlijk de jongen ook niet op stoelen banken. Hun spelen op hun manier. En dan lopen ze wel eens tegen een zeepert op. Nou, dat hebben ze in Amsterdam gedaan. En ik heb niet heel veel alle wedstrijden gezien van Cambuur, eerlijk zeggen. Maar ze geven ook wel veel kansen weg, de wedstrijd die ik gezien heb. Dus ja, dan komt het waar we het net over hebben, ook wat Arne Slot aangeeft. Het is belangrijk dat je een doelpunt maakt dus uit die kans. En dan heb je een vele rustigere middag. Want Cambuur gaat alles of niks spelen op dat kunstgras. Ik moet zeggen, wat ik net aangaf, van Feyenoord al iets gedoseerder spelen als voorgaande wedstrijd. Dus ik verwacht ze wel frisser als bijvoorbeeld na Slavia Praag. Want dat had er best wel ingehakt. Heeft hij daarom ook laat gewisseld, Slot, gisteren? Nee, maar er was er ook weinig reden voor om toe te wisselen. En dan, ja, je mist achterin als Chinees. Dus achterin heb je al niet heel veel smaken meer. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij zegt, het staat goed, we geven weinig weg. Dus
Want soms, soms kan een wissel heel goed uitpakken dat je er als elftal beter van wordt of beter van gaat staan. Maar soms, dat is nou eenmaal de voetballerij, doe je wel eens een wissel die achteraf verkeerd uitpakt. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat hij denkt van, het staat goed, waarom zou ik wisselen? Ja, maar terug te komen tegen Cambuur, dan is het natuurlijk wel fijn dat dit een ploeg is die ook zelf heel veel initiatief durft te nemen. En dat is voor Feyenoord alleen maar gunstig natuurlijk, dan een ploeg die zich ingraaft vanuit de omschakeling. Hè, daar hebben ze toch wel wat meer moeite mee. En daarom is ook Sinisterra een ontzettend belangrijke speler door zijn individuele acties. Was hij, Harry, het verschil tussen zaterdag tegen RKC en nu tegen Union Berlin, dat hij meedeed? Ja, maar slot zei net ook al, we hebben voldoende kansen gecreëerd tegen RKC. Dus je moet hem gewoon winnen op basis van de kansen. Maar Sinisterra zorgt er wel voor dat tegen een vooral verdedigende ploeg, dat hij mensen uitspeelt waardoor de verschuivingen ontstaan. En dat de aanvallers, de andere spelers, de Tils en de Linses van deze wereld, dat die toch net iets meer ruimte krijgen door die individuele acties van Sinisterra. Het is goed om naar te kijken, hè? Zijn snelheid, zijn diepte. Het is hoe je het graag ziet. Zie je gisteren ook een paar keer. Dat hebben we van Feyenoord niet veel gezien tot nu toe, maar met hem in omschakeling heb je natuurlijk ook wat, want gisteren was er in de eerste helft voor mij waar Torenstra een fantastische bal in omschakelen. En je hebt Sinisterra, hij is niet alleen snel, wat Harry aangeeft, hij heeft ook nog een passeerbeweging. Ja, ja dan zie je gisteren met een prachtige paas van Kutsu natuurlijk. Ook wel, die, dat hij even in de 1 tegen 1 komt. Ja. En hij tikt hem precies op het moment dat hij verdediger instapt, dan tikt hij hem er langs. De goal was een beetje gelukkig natuurlijk, want Til die raakte de bal verkeerd. Ja. En was een van de weinige, ik bedoel, je hangbaar scoorde wel en dan hoop je wat vertrouwen. En die blijft dan nog een beetje achter in zijn niveau van, van de hangbaars die wij kennen. Ik zit wel eens te denken, joh, je stel je voor nog dat je Berghuis er ook nog bij had. Bij deze ploeg, hè, de manier waarop Slot speelt, hè, met dit Feyenoord. Berghuis aan die rechterkant, Sinisterra aan die linkerkant in topvorm. Ja, dan heb je echt een ploeg die echt mee kan doen. Ook voor de titel in Nederland, maar ook op allerlei andere vlakken, denk ik. Want voor de rest wordt het steeds degelijker toch wel, behalve dan de... Ja, de goal was ook de goal weer zo'n... Ja. Maar bij Roy Snijders... Het is wel fijn dat er nu een rechtsbuiten is die ook mee verdedigt. Ja, dat zeg je nou wel. Maar denk je dat hij bij het Nederlands elftal niet mee verdedigt, Berghuis, of bij Ajax? Nou, kan bijvoorbeeld in Turkije uit al. Ik zie alleen maar een fantastische Berghuis bij Ajax. En op alle fronten heeft hij zich aangepast aan dat niveau. En daarin kan je zien dat zijn plafond erg hoog is. Maar toch even door Sinisterra, jongens. Hij was trouwens niet eens helemaal fit, hè, geloof ik. Hij markeerde wel wat toen hij uit Colombia kwam. Hij had wat Senesi nu heeft, hè, dus opeens hoge koorts, toch een beetje grieperig. Geen corona voor de duidelijkheid. Dat had Sinisterra een aantal dagen eerder had hij al. Wat dus gunstig zou kunnen zijn voor het terugkeren van Senesi in die ploeg, als die er net zo snel weer overheen is. Dus dat was waar Sinisterra de dagen ervoor last van. Senesi trouwens zondag nog niet beschikbaar. Zeker. Want hij liet hem ook 90 minuten staan. Ja. Dan had hij hem ook bij 3-1. Ja. Als hij wat zwakker was geweest. Ja, dat kan natuurlijk als je een paar dagen niet lekker bent. Dan had je met 3-1 kunnen wisselen. Maar hij liet hem staan. Dus dat zei genoeg van dat hij fit genoeg was om 90 minuten te spelen. En ja, was gisteren natuurlijk met afstand de gevaarlijkste man op het veld. Ja, vertegenwoordigt denk ik momenteel de grootste marktwaarde van alle spelers. Hoeveel van dan, Dennis? 2,5 jaar contract nog. Is voor 2 miljoen gekocht 4 jaar geleden. Ja, kijk, weet je, als je een buitenspeler met rendement, en dat begint steeds meer bij hem te komen, dat kan nog steeds nog meer. Als hij af en toe maakt hij ook wel eens verkeerde keuze, en dan gaat hij zelf, en als hij hem afgeeft is het een zekere goal. Als dat er ook nog bij komt, ja, dan ga je denk ik richting een transferrecord voor Feyenoord. Dan zou hij het hoogste bedrag in de clubhistorie moeten opleveren, als dat er ook nog eens bij komt. Ik zei trouwens net als Snessy zondag nog niet beschikbaar is, maar het is een twijfelgeval. Dus dat we bij deze even dat zeg ik net, als die koorts afneemt, dan kan hij er ook heel snel opeens weer wel staan. Harry, wat voor plaag was die Brian Linssen wel niet voor Union Berlin gisteren? Ja. Nou ja, hij was helemaal in zijn element natuurlijk. Hè. Dat is ook de manier waarop hij het liefst speelt. Hè. Dat er toch niet al te sterke voetballers stonden daar in het centrum. Nee. Dus dat is al fijn. Dus zo gauw die moesten gaan voetballen. En hij is heel snel, hè, op die eerste meter, dan is hij er heel kort bij. Dan raken ze een soort bijna in paniek, hè, met die bal. En dan de meest gekke dingen gebeuren dan. En dan heb je ook natuurlijk dat in zo'n thuiswedstrijd dat het publiek erachter komt. En ja, dan is hij helemaal in zijn element. En hij maakt natuurlijk een lekkere goal. En dan, ja, dan groeit hij helemaal. En het liefst had hij nog een ereronde gelopen toen hij eruit moest. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is geen spel tussen de krijgen. Het is voor verschrikkelijk vervelend voor Verenigd om te spelen. Want dan zie je ook die tweede goal. Het is eigenlijk voor mij een blinde peer van Pedersen naar voren. En hij rent erachteraan en hij doet dat slimme duwtje. Hij is gewoon verder. Want ik las laatst een interview dat hij zegt dat hij energie krijgt van dat afjagen ballen voorover. Nou, ik spreek zelf voor mezelf. Ik kreeg energie van dat netje laten bollen. Nee, maar hij is gewoon heel vervelend voor ons verdediging om te spelen. Want hij rent op elke bal. En je hebt nooit even rust. En ja, we hebben Baumgartel voor mij de afgelopen 2 jaar bij PSV zien spelen. Dus ja,
Dan weet je van tevoren wel dat het niet van houdt als hij constant onder druk wordt gezet. En ja, pak gewoon weer zo'n goaltje mee. De nummer 1 spits voor Feyenoord, wat jou betreft. Maandag zat hij in Nasser El Khayati, die zegt nee, voor mij is dat Dessers. Nou, voor mij is op dit moment gewoon Linssen de nummer 1. Ik bedoel, dat hebben we Dessers, Harry geeft net aan de RKC. Moet hij er gewoon, nou, laat ik het netjes zeggen, minimaal 1 maken. Maar ja, dus hij had het verschil kunnen maken in die wedstrijd. Ik denk dat Dessers prima is zo vanaf de bank. Ik bedoel, ja, als je kijkt naar het afgelopen jaar, Dessers bij Genk wissel gespeeld. Daarvoor Utrecht ook niet heel veel gespeeld. Ja. Dus het is natuurlijk voor fijn dat ik denk als je dan zo'n spits kan krijgen die de Nederlandse competitie kan kijken om je selectie te verbreden. Dan denk ik prima, maar ja. Linssen, terwijl, ja, ik heb alles hier vaak gezegd dat ik intern bij Feyenoord is het ook helemaal geen discussie. Alleen buiten Feyenoord, rondom Linssen is er dan discussie, is hij de eerste spits of niet? Volgens mij is die discussie er helemaal niet eens meer. Nee, dan, ik heb hier vaker gezegd natuurlijk over Linssen als spits. Ja, dat heb ik toen ook al gezegd, hij doet het hartstikke goed. Alleen, ja, ik zie meer een echte spits, maar op het moment dat zoals hij speelt en hij... 8 doelpunten nu in alle competities. Nee, daarom. Dus en Dessers heeft een paar keer goed gedaan als invaller, dus maar hij heeft zich ook gewoon echt ontwikkeld, hè, in de spits. Ik bedoel, ik had ook mijn twijfels hoor, of dat wel kon. En zeker wel langdurig, hè, dat het even tijdelijk, hè, zoals vorig jaar, dat je dat even een paar maanden, omdat het echt niet anders kon. Past het bij deze manier van spelen? Ja, maar nu, ik weet het niet. Hij maakt elke keer weer stapjes. Je ziet hem eigenlijk soort elke keer weer wat beter worden en nog geraffineerder. Nog even, Harien, hij zit in het Nederlands elftal, of iets had zeggen. Nou, dat kan ook zomaar gebeuren. Feyenoord in ieder geval koploper in deze pool van de Conference League. Uitstekend uitgangspositie. Maar uitstekend was het vooraf natuurlijk helemaal niet. Een hele nare aanloop heeft dit duel gekend. Met dus die 30 relschoppers die woensdagavond op de Meent in Rotterdam. Een delegatie van Union Berlin nogal... ja, vreselijk hebben bejegend. Er zijn stoelen gegooid, is met glazen gegooid, is een gewonde gevallen. Wat betekent dit allemaal? Wat doet dit met de club Feyenoord, Roy? Nou, het is gewoon schandalig. Ik bedoel, dus je hoort het, ik kreeg het ook s'avonds voor mijn kant en ik op nieuws kwam het voorbij. Ja. Ja, schandalig. Ik bedoel, als je kijkt wat er sowieso, ik was afgelopen zondag bij NEC Vitesse, dan hebben we ook 2 uur nog een samen. Oh, gelukkig leuk, ja. Nee, maar als je het ook dat met die glazen en bier gooien. Ja, het loopt een beetje de spuigaten uit. We moeten gewoon allemaal weer kunnen genieten van voetbal met rivaliteit op een normale manier. Maar dat gebeurt dan nog in een stadion. Ja, dit gebeurt, hier kan Feyenoord helemaal niets aan doen. Daar kunnen ze ook niks aan doen, alleen de naam Feyenoord wordt er wel gelijk aan vastgelegd. En, Feyenoord staat er denk ik natuurlijk niet bij iedereen niet heel geweldig op natuurlijk in. Nee, maar ze worden ook uitdrukkelijk gevraagd om niet met vuurwerk in het stadion te komen. Hè. Dus echt, daar zijn ze heel de week mee bezig geweest. Jongens, doe dat nou niet, dat kost de club geld. En er is nog nooit zoveel vuurwerk afgestroken. Als gisteren. Ja, dan denk ik... Okay, dat was, in Amsterdam was dat ook zo, maar ik bedoel, dit is meer iets van buiten het stadion. Nee, maar het kost wel weer 50.000 of zo is dat zo'n boete. Voor mij wordt elke keer en misschien meer. Wordt het elke keer meer. Meer. Ja, dus wat je daar nou mee opschiet. En ik snap het ook niet, want... He, ze zeggen dan dat ze supporter zijn van de club, maar je werkt eigenlijk tegen de club op deze manier. Nou, ik hoorde Dennis gisteren op de radio zeggen dat dit mag je geen supporters meer noemen, toch? Ja, degene die in... Die op de Meent natuurlijk... Ja. Nee, maar je geeft zelf terecht aan, het imago van de club wordt daardoor niet beter. En ik bedoel, het imago wordt mooi, als je ziet de sfeer die in het stadion had, even los van het vuurwerk na. Want er was gisteren denk ik in die 90 minuten is er verder helemaal niks gebeurd en toont aan wat een fantastisch... publiek het heb. En er zijn er altijd duizenden die moeten lijden onder de daden van een aantal, maar ik hoop dat het nu wat minder dat wordt. Dat we er vanaf zijn. Je gaat natuurlijk uit naar Berlijn over 2 weken. Ja. Nou ja, als dat allemaal maar mag, als het niet mag, gaan die gasten ook. Hè. Die relschoppers die gaan altijd, dat is het probleem. En die geven wel het imago van de club af. Waar je niks aan kan doen. Ja, heel veel van die clubs hebben dan uiteindelijk nog liever om al die mensen die in de stad komen dan toch het stadion in te laten. Dan heb je ze nog gereguleerd op een plek. Hè. We hebben bijvoorbeeld in Luzern hebben we dat dit seizoen gezien. Omdat die autoriteiten die hebben dat nog liever dan dat al die supporters waar je helemaal geen grip op hebt los door de stad heen lopen. En wat Harry zegt, ongeacht wat er besloten wordt, dan gaan denk ik echt duizenden Feyenoorders die kant op horen, al verhalen van rond de 7000. Dus. Ja, ik heb ook beelden gezien van kort geleden van een paar jaar terug van in Manchester. Dat was natuurlijk fantastisch hoe dat vanuit het centrum naar het stadion ging. Dat was een geweldig voetbalfeest. Dus in principe het zijn altijd weer die groep die slecht willen. De capuchons noemen ze dat. Ja, nee, maar als je ziet, ik heb bij mijn vrienden heel veel Feyenoord supporters en die spreken hier natuurlijk ook een afschuw overaf. Ja. Ja, de directeur, jongens, en Mark Koevermans ook even natuurlijk gisteren gevraagd in de Kuip over wat dit allemaal doet met het imago van Feyenoord. Kijk, het imago-schade is natuurlijk groot. Hè? Dat gaat gewoon heel Europa over. Daar heb je Feyenoord weer. Heel veel clubs en steden zitten gewoon straks niet meer op Feyenoord te wachten dat we daar überhaupt nog gaan voetballen.
Het vuurwerk hier, of de trappen die bezet zijn, geeft natuurlijk niet alleen de boetes. Maar riskeren we straks ook natuurlijk weer dat er een deel van het stadion leeg moet blijven. Of misschien wel een hele wedstrijd zonder stadion. Ja, en dat zal toch niet zo ver komen dat we straks in Europa niet meer kunnen voetballen. Je hebt zelf ook heel veel bedreigingen te maken gekregen. Houdt het voor jou misschien ook ergens op? Twijfel je wel eens of je wel aan moet blijven als directeur? Ja. Nou ja, dat gaat wel eens door je hoofd. Maar natuurlijk, ja, ik twijfel niet om aan te blijven. Maar leuk is het niet, zeg ik ook altijd. Het is liever dat ze een spandoek ophangen, dat ze je goed en leuk vinden, dan dat het tegen is. Het gaat wel om relatief een kleine groep, die is hardnekkig. En wij zijn hier met Feyenoord, hebben we genoeg plannen en beleid wat we willen uitvoeren. Dus dan is het ook niet zo dat je daar heel snel voor wegloopt. Alleen dit is wel echt een hardnekkig probleem wat de club, het gaat helemaal niet om mijzelf, maar wat de club gewoon echt schade berokkent. En dat is nu potver in onze eigen stad gebeurd dat zelfs. Het is wel eens een keer in de buitenlandse steden gebeurd. Ja, en dat legt gewoon een schaduw over deze club heen. En dat moet op de een of andere manier weg. Daar wil ik echt nog wel voor strijden en vechten. Dus ik ben wat dat betreft geen wegloper. Het is wel een heel vervelend en hardnekkig probleem. Ja, dit gaat over het imago van Feyenoord. In hoeverre kan dit ook mogelijke investeerders, waar Feyenoord nou op zoek is, in de weg staan? Nou ja, de vraag stellen is en beantwoorden. Dat lijkt me ook vrij logisch. Zeker als je bijvoorbeeld met een buitenlandse partij te maken hebt. En dit is de manier waarop Feyenoord in het nieuws komt. Ja, dan gaat iemand of een bedrijf wel twee keer nadenken. Ga ik daarmee in zee ook met die club? En ja, we weten dat er al heel lang gesprekken zijn met investeerders. Nooit zo concreet als dat het soms wordt geschetst. Maar dit is in dat soort gesprekken echt een gespreksonderwerp ook concreet. En dit was natuurlijk allemaal woensdagavond, maar ook gisteren vlak voor, tijdens en na de wedstrijd is er ook weer van alles misgegaan. Hè? Met name met de Union Berlin supporters. Waarvan een veelvoud veel te laat pas op het stoeltje aanwezig was. Ja. Later in Lombardije is het ook weer helemaal misgegaan. Ja, ik ben er niet bij geweest. Maar wel, dat schaar ik wel onder iets anders. Hè? Daarbij is er ook heel veel kritiek vooral in de Duitse media nu momenteel op het politieoptreden in Rotterdam. Hondenbeten, hè? En er is op koppen geslagen. Ja, en dat is wel iets. Nou, ik weet het vanuit het verleden nog als Feyenoord zelf richting Duitsland ging. Ook wel eens gezien dat de politie dan echt excessief optreedt. Als je het hebt over Manchester, wat ik daar nog heel goed van weet van die trip. Ik ben zowel in Rome geweest, dat het natuurlijk helemaal misging, als in Manchester. Wat een wereld van verschil ook was qua houding van de politie. Hè? Daar heb je ook bepaalde cultuurverschillen in. En die bobbies, ja, die gingen dan nog met Feyenoord op de foto, deescalerend. Nou, dat was toen in Rome in Italië bijvoorbeeld ook niet. En ik verwacht in Berlijn met wat er nu is gebeurd. Nou, dat de Duitse politie niet echt deescalerend zal optreden. Jij kent die Duitse politie echt goed, Roy. Je hebt de jaren ik heb er nooit last van gehad. Dat bedoel ik er niet mee. Wat we gisteren rond de wedstrijd, dat is allemaal van wat we lezen hebben we niet gezien. Ik bedoel, van die avond daarvoor, daar kunnen we allemaal denk ik een duidelijke mening over hebben. Dat je niet weet wat hier precies gebeurd is. Maar het werkt inderdaad richting de wedstrijd over 2 weken. Ja, inderdaad zat alles wel op scherp staan daar, denk ik, in Berlijn. Ja. Nog heel even over Koevermans, die toch wel, ja, ergens tussen neus en lippen door zijn twijfel uitspreek, wil ik wel door met deze baan. Snap je die twijfel? Ja, tuurlijk. Als je weet ook dat er mensen bij jou in de tuin hebben gestaan. Typ zijn naam in op social media. Je moet je voorstellen dat jij dat bent en je haalt je naam er doorheen en je leest wat er dan over jou geschreven wordt. Tuurlijk, laat dat iemand niet onberoerd. Je hebt ook nog andere familieleden die ermee te maken hebben. Dus ja, dat je dan ook af en toe twijfelt van wil ik hier nog mee door en moet ik dit doen? Ja, dat lijkt me alleen maar menselijk, ook als je die gedachten hebt. Met die gedachten gingen wij vandaag weer de straat op. Dat doen we altijd eventjes op vrijdag in FC Rijnmond. En we gingen vandaag naar de plek waar het woensdagavond zo vreselijk misging. Dus op de Meet. Feyenoord won gisteren, maar heel veel rondom die wedstrijd gebeurt. Wat vindt u daarvan? Ik vind het verschrikkelijk. Maak je als Feyenoord supporter niet trots? De wedstrijd was geweldig. Het vuurwerk was ook geweldig. Mag eigenlijk niet, maar ja, goed wat er die avond ervoor gebeurd was, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het is niet een visitekaartje voor je stad zelf. Ik zat gisteravond te zappen en toen zag ik op Jinek een stukje. En toen zag ik mijn kantoor voorbij komen. Ik snap niet waarom. Ik zie dat niet. Ik ben geen supporter of zo, dus ik zou ook niet weten waarom je zou moeten vechten om een voetbalspelletje. Nee, het zijn geen supporters. Echt, je mag ze nog een supporter noemen. Ja, het is gewoon triest. We spreken ons elke keer over uit en we proberen elke keer wat aan te doen. Maar ja, het heeft geen zin. Het blijft toch een bepaalde kern die zich niks ervan aantrekt en gewoon doorgaat waar ze mee bezig zijn. En blijkbaar ook nog een stadion binnenkomen. We zeggen ook altijd van we willen geen vuurwerk in het stadion, het wordt alleen maar erger. Dus, Vroeger was ik heel trots op mijn stad. En mijn stad zie ik met een heleboel punten naar beneden gaan. En dat doet me best wel verdriet. Het zijn relschoppers die alleen maar Feyenoord in de skates wil brengen. Want een normale Feyenoord supporter doet zoiets niet. Nee, wat zou je tegen die mensen willen zeggen dan? Ja, gewoon niet meer naar het voetbal, gaan wat anders doen.
ga werken of weet ik veel, maar blijf gewoon weg. Ja, nou, dat is misschien wel de meest wijze slotwoorden. We gaan naar Sparta, Harry, met jou wel nemen. Ja. Dat ontvangt een ploeg, of dat gaat op bezoek bij een ploeg. RKC Waalwijk, dat net als Sparta zelf 7 punten heeft. Is dat dan een wedstrijd onder hoogspanning? Ja, nou, dat zijn ze al een paar weken bij Sparta natuurlijk. Hè. Je hebt juist in dat eerste gedeelte van de competitie heb je heel veel ploegen, hè, die dicht bij jou staan. Hè. De concurrentie noem ik het maar even voor het gemak. En als deze wedstrijd ook niet goed afloopt, daarna ga je tegen het linkerrijtje voetballen. Dus dan ziet het er gewoon heel slecht uit de komende maanden. Volgende week tegen Feyenoord. Nee, maar het is gewoon een belangrijke wedstrijd. Een ploeg waar je voor mij allebei 7 punten hebt. Dus 6 punten was er een beetje overdreven, zo volgend seizoen. Maar ja, hoe langer je daar onderin blijft hangen, ja, hoe moeilijk het wordt om daar weg te komen. Ja. Het is de laatste seizoenen wel steeds de wedstrijd van de ommekeer geweest. Dat elke keer als Sparta naar Waalwijk ging, dat eerste divisiejaar nog, maar ook in de laatste 2 eredivisiezoenen, draaide het nog niet. En na Waalwijk uit begon het beter te lopen. Dus. Ja, en hoe gaan ze het allemaal invullen morgen bij Sparta? De backsposities bijvoorbeeld? Ja, nou, Pinto is terug, hè? Dus die gaat weer op linksback spelen. Dan gaat Jansen, want Abels is nu geschorst, gaat dan weer naar de rechtsbackpositie. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik kan me wel indenken dat Frezen misschien gaat starten zoals hij tegen Groningen eindigde. Dus dat was uiteindelijk met 5 man achterop. Met en Beugelsdijk en Vriends en Heijden. 1 aanvaller dan, dat zal dan 10 zijn. En dat er geen plek voor Emega in de basis is. Het zou zomaar kunnen dat hij daarop teruggrijpt. Ik hoorde de opmerking dat ik geloof dat Frezen dat had gezegd, dat hij niet het tandem Emega met T ziet zitten. Dat vond ik zo'n vreemde opmerking, want ik vind juist dat die elkaar heel goed aan zouden kunnen vullen. Ja, een balvaste spits. Vastee was trouwens de man die dat zei. Ja, ik ving zoiets op. Ik denk, ik zie juist daar wel een hartstikke leuk tandem in. De praktijk zie je dan wel dat die, wanneer ze met die 2 spelers spelen, dat die dan net iets meer teruggetrokken. Ja, maar ik zou het omdraaien. Ja, de diepste man en dan hij de kracht van T hou je wel een beetje weg hoe je het nu doet. Jawel, maar hij is balvaster. Hè? Ja. En dan, ja, daar moet je die als diepste. En Emega is dan de lopende man, want dat is een atleet. Hij moet alleen leren goals maken. Hè? Dat is eigenlijk het enige wat eraan ontbreekt. Want zijn acties zijn goed. Hij positie kiezen, ziet er best behoorlijk uit. Het is een atletisch jongen, snel, hartstikke jong. Maar feit is ook dat ze beide nog niet ontbrand zijn dit seizoen. Nee, maar oké. Maar als dat een goed ingespeeld tandem gaat worden, zoals dat... we kijken ook naar Linskens en Til zo. Hè? Dat is een leuk tandem, daar wil je eigenlijk niet aankomen. En als dat eenmaal goed draait, ik weet niet of jij ook wel eens een tandem met bepaalde spelers ook hebt genoeg, gehad. Genoeg. Ja, nee, waar je echt een klik mee hebt. Nee, maar zo'n Til is natuurlijk een team die voor een spits natuurlijk een aardig bliksemafleider is, want hij is altijd in de 16 aanwezig. Dus dat, en gevoel voor positie. Nee, maar dat betekent dat de verdedigers niet alleen op jou als spits, want anders is het 2-1, maar nu wordt het 2-2. Ja, natuurlijk is dat heerlijk. En ze zijn natuurlijk gewoon op zoek, want ik zag Emega, die kreeg in de laatste keer een vrij grote kopkans. Ja. Dat is een jonge jongen. Maar dat toorinstinct wat je bij hem graag zou willen zien, zie jij dat bij Emega? Nou ja, het is te makkelijk vind ik om op één zo'n kopbal af te rekenen. Maar zijn meerdere kansen gemist. Nee, dat zijn in ieder geval kopballen die je in ieder geval op goal moet. Ja, zien. Kijk, maar hij scoort nog niet makkelijk, dat is duidelijk. Nee, maar het is wel een jongen. Dat doet T of de algemeen ook niet. Ja, nee, T heeft ook een verleden waarvan je zegt van nou, dat is ook geen doelpuntenmachine. Vorig jaar een geweldig jaar gedraaid, maar ik heb dat nooit eerder gezien. Het kan ook zomaar zijn dat Sparta gewoon dadelijk een goed resultaat boekt en dat het in één keer wel gaat lopen. Ja, maar het gaf al aan. Ik heb de trainer Frezen van een paar weken geleden al horen roepen dat hij toch graag al wil dat er in de winterstop wat versterking bij komt. Ja, maar ik zie ook geen andere betere aanvallers hoor dan deze 2 die ik nu noem. T en Emega zijn wat mij betreft de beste aanvallers bij Sparta. Dus Engels zit daar niet dicht tegenaan? De Engels vind ik echt een zwakke aanvaller zelfs. Ik vind hem als invaller zelfs nog niet eens goed genoeg. Maar bij PSV deed hij het al even die paar minuten. Nou ja, maar ik heb hem nou 1,5 jaar aan het werk gezien, zeg maar. Ik vind het helemaal niks. En Van Crooy, die is nieuw. Die krijgt veel kans. Ja. Lijkt zich wel een beetje te ontplooien inmiddels. Ja, oké. Dan kom je weer. Hè. De nieuwe spelers die er zijn, die hebben moeite om zich toch bij Sparta aan te passen. Hebben nog niet gebracht wat ze ervan verwachten. Ja, het zou kunnen. Wat Roy net zegt, dat er opeens het kwartje valt en dat het begint te lopen. En dat ook dat soort spelers gaan renderen. Maar tot op dit moment is het onvoldoende. Sparta won dus inderdaad 3 keer op rij. De laatste wedstrijden in Waalwijk. Morgenavond moet en zal het gebeuren. Wij hebben het nodig om punten te pakken, niet alleen voor de stand op de ranglijst, dus met name voor de stand op de ranglijst, maar ook gewoon voor het gevoel. Omdat je eigenlijk de laatste maand zijn we gewoon uitstekend bezig. Trainen goed, de sfeer is goed. Maar ja, we zijn op zoek naar echt uitstekend, hè, een uitstekende sfeer te hebben. En ja, dan gaat het uiteindelijk alleen maar om overwinningen, dus ja, punten. Ja, wat krijg je mee van de buitenwacht? Kritisch is de pers, supporters zijn huiverig. Wat krijg je daarvan mee? Nee, maar ik moet zeggen, ik vind dat er altijd wel een kern van waarheid in zit. Snap je? Ik vind dat hier en daar sommige mensen een beetje doorslaan wel eens. Maar eerlijk gezegd, op dit moment kan ik wel
Ik vind dat de situatie hoe die nu is, niet super dramatisch, maar het is ook niet zo dat we heel erg opgewekt zijn. Dus ik vind het wel begrijpelijk, als ik eerlijk moet zijn op dit moment. En het is aan ons om te laten zien dat we, voor mijn gevoel, de stapjes die we maken, dat we die gaan weer proberen uit te bouwen, zodat iedereen tevreden kan zijn. Dat wordt belangrijk en spannend morgen voor Sparta maar bij ons. Dat wat wij net ook zeggen. Ja, het is eigenlijk een soort herhaling. Ja. Maar, nee, maar dan dat in juli, overwinning dan... nodig, nee, dat ja. die overwinning gewoon nodig heeft voor het vertrouwen van de ploeg. Tuurlijk. Ja. Het staat nog redelijk dicht bij elkaar allemaal onderin. Misschien Zwolle hangt er nog een beetje vanaf, maar de rest dat allemaal... Ja. Nee, maar het probleem zit wat mij betreft toch een beetje in het programma. Als je tegen RKC ook opnieuw geen goed resultaat hebt, dan ga je naar de kerst toe toch allemaal zware wedstrijden krijgen. We gaan het morgen aan het volgen met veel interesse bij ons op Radio Rijnmond te volgen van 8 tot 11 uur morgenavond. Dennis, mooi nieuws bij Excelsior. Thijs Dallinga, de man die er 11 heeft gemaakt, zit in de voorselectie van Jong Oranje. Maar hoe blij zijn ze daar bij Excelsior mee? Ja, nou, jij zegt mooi nieuws. Hij is natuurlijk gigantisch belangrijk voor Excelsior. Doet het misschien wel veel beter dan iedereen voor het seizoen had gedacht. Krijgt de ene goal aan de andere. Dus ja, logisch dat ze ook in Zeist dan een keertje naar hem kijken. Hebben ze veel goede aanvallers bij Jong Oranje? Ik weet niet of hij er ook bij gaat blijven bij de definitieve selectie uiteindelijk. Maar Excelsior heeft, net als alle eerste divisieclubs, voordat het seizoen begon een keuze moeten maken. Gaan wij tijdens de Interland Breaks doorspelen of niet? Nou, ze zullen er niet echt op hebben gerekend dat er internationals zouden komen. Dus ik zou zelfs even gezegd, ja, wij spelen gewoon door. Dus ze moeten hem wel missen in een wedstrijd tegen Almere City, die dan tijdens die Interland Break er ook is. Dat is dan alweer pijnlijk. Dan ben je dadelijk je topscorer kwijt. Nou. Nee, maar dat is, enerzijds is dat natuurlijk de keuze die gemaakt is, maar anderzijds is het toch gewoon goed te zien hoe zijn jongen zich ontwikkelt. En daarmee een voorselectie, dus het zegt natuurlijk nog niet heel alles. Uiteindelijk gaat het om de definitieve selectie, maar... Het is naar de jongen in ieder geval een signaal dat hij geweldig bezig is tot nu toe. Ja, hij zit wel echt in de flow, hè? Want die goal die hij de laatste keer maakte, die schoten ze volgens mij tegen hem aan. Was dat bij dat tegen VVV? Ja, volgens mij schoten ze de bal tegen zijn voet. En dat wordt tegen Emmer? Nee, maar dat krijg je dan ook. Als je in vorm, nee, dat noemen ze dan vorm. Als je in vorm bent, dan gaan de ballen binnenkant palen in plaats van buitenkant palen. Maar Harry, moet jij inmiddels toch niet een beetje van je woorden terugkomen? Je vond Excelsior... Ja, ik had het over voetbalspel van Excelsior. Ja, vond ik matig. Maar ook wel, daar zit dan, zeker door dat het vertrouwen enorm is toegenomen. En weet je wel, je staat bovenaan en dan voelt iedereen zich lekker. Dan gaat het voetballen ook natuurlijk steeds makkelijker. Maar dat zag ik voor jou ook heel veel. Tegen de bovenste club, zeg maar, dan werd hij altijd verloren eigenlijk. Hè. Tegen de kleintjes deed het goed, maar tegen het linker rijtje noem ik het altijd maar, hadden ze erg veel moeite tegen om te winnen. De kleintjes viel het vorig jaar ook ja, al. Ja, nee, maar moet je maar al die uitslagen terugkijken. Dat doe ik nog wel eens om de statistieken een beetje te volgen. Maar nu doen ze dat beter. Ze doen het nu ook wat beter tegen de hogere ploegen. En we gaan er vanavond een beetje kijken. Ja, ADO hebben ze, ga jij naartoe hè, straks. En daarvoor hebben ze dus VVV gehad en Emmen gehad. Die hebben ze allebei gewonnen. Dus tegen de wat grotere tegenstanders. Als Harry zegt dat ze alleen maar tegen ploegen die hoger dan ze staan misgaan, dan kunnen we een feest gaan vieren uiteindelijk. Ja, maar ze hebben toch alleen wat minder druk als je kijkt naar een NAC, een Graafschap, Volendam, wat denk ik de best voetballende ploegen zijn die... Toen waren ze wel echt beter, die hadden ze nee, maar ik bedoel, dus de druk is bij Excelsior natuurlijk dit jaar wat veel meer jongere jongens. Met onder andere Dallinga, Asakan natuurlijk gehuurd van Feyenoord. Ja. Dus dan is het natuurlijk wel lekker te spelen als bij clubs zoals de NAC, waar denk ik geëist wordt bijna dat er gepromoveerd wordt. Dus dan kunnen er altijd mooie dingen ontstaan. Ja, zeker. Nou, en wie weet ook wel bij Excelsior. Kom snel weer eens terug, Roy. Was weer leuk. Je bent niet van de tv weg te slaan, dus dan kan je hier ook wel even komen. Roy Bakay was hier, Dennis van Issel en Harry van der Laan. Als gezegd, Sparta dus morgenavond bij ons op de radio. En Feyenoord zondagmiddag op de Marathondag ook gewoon te volgen. En een Feyenoord podcast staat ook weer op Rijnmond.nl en op de podcast. Dit programma is er maandag weer. Tot dan. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bauhaus ten Horen, Paul en Paul, Kia Autobedrijf De Beer en Bingle.